Hey, heren en dames, we gaan nou, uw eigen analyse doorgesproken. Maar om nu verder te gaan naar zeg maar, de concrete actie, zitten er wel een paar dingen tussen. En de stap van vandaag was een beetje van, er zijn allerlei financieringsbronnen, maar wat voor dingen zitten nou achter die financieringsbronnen? Wat zit er achter verstopt en hoe we hebben vorige keer gesproken van, nou ja, dat oud papier ophalen, dat is niet de meest grote bron waarschijnlijk hierin, want percentagegewijs kun je niet eens aanwijzen. Maar het is een management tijd voor jullie is echt verwaarloosbaar, want een paar mensen doen het. En zolang dat loopt is het geweldig. Dus waarom zou je ermee stoppen tegelijkertijd? Overheidsfinanciering, als je hem binnen hebt, is heel veel geld. Maar de spelregels kunnen iedere zoveel tijd veranderen. Sterker nog, je weet dat de spelregels veranderen. Heb je iemand een hogere prestatiedruk, daar kan je nog makkelijk aan voldoen, maar de spelregels kunnen in één keer snel veranderen. Ja. Nou, dat is een beetje het verhaal. Dus als we terugkijken naar de kant op gaan. De slides hebben jullie ergens tussen zitten. Wat voor soort financieringsbronnen zijn er? Dat is over een keer doorgelopen de definities erachter. Het is wel een interessante voor, denk ik, voor alle drie de partijen is op dit moment natuurlijk onze gebiedscommissievorming. Ja. Dat de kleine lokale overheden, de oude deelgemeentes, geen budgetten meer hebben. Ja. En dat alles door de consingel bestuurd gaat worden. Ja. Zowel de toekenning als het geven. Ja. Nou, misschien moet ik even naar deze doorgaan. Dit zijn de dingen waar je als het ware een financieringsbron op kan beoordelen. En nu een van de vragen is eigenlijk, wat verandert nou de inzet van het bestuur, of het management, of wat dan ook, in het veiligstellen van het overheidsgeld? Dit is de oude politieke relaties. Ja, ik weet niet of je nog veel aan hebt. Sowieso verandert dat iedere 4 jaar, zo ongeveer. Ik ben bij zo'n Rotterdamse club betrokken geweest die iedere keer stuiterend kwam dat de gemeente hem nu ging financieren. Had hij met iemand van de oppositie gesproken en die zou het wel gaan regelen. Dat is echt wel een soort basale beginnersfout. Want iemand van de oppositie zegt altijd dat dit gaat regelen als het tegen de wethouder in is. Dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Oh, nee. Dus hoeveel bestuurstijd kost nou een bepaalde financiering? Wat gaan jullie doen met die verschuiving van die gebiedscommissies? Nou, volgende week hebben we zeg maar de eerste inloop ook met, met de gebiedscommissie. Dus ja. Het is ook weer nieuwe contacten zoeken. En later in de maand hebben we specifiek op sport en cultuur een overdracht vanuit het oude deelgemeentebestuur. Dus wij krijgen absoluut wel de mogelijkheden om ook ons verhaal weer te vertellen en ons uit te dragen. Dus die connecties. Ik zie daarin niet zo heel veel problemen. Maar ik zie meer een probleem is groot woord, maar de uitdaging in hoe zetten wij het bij de consingel op de kaart. Want die nieuwe gebiedscommissie die vertegenwoordigt ons echt wel. En die ziet ons maatschappelijk belang. En die weet hoe wij de laatste jaren gegroeid zijn en stabiel zijn. Dat is niet zozeer het issue. Maar hoe gaat dan de gebiedscommissie de consingel weer overtuigen? Ja, tillen we die een beetje naar de derde toe als het gaat zeg maar aan de concrete kant. Voor jullie een beetje nog, eens hebben die stappen voorzitten, die financieringsbronnen hebben al hun eigenaardigheid. Dit, we moeten even bijvoorbeeld de overheidsfinanciering versus de papierfinanciering, maar even heel simpel te zeggen, als je kijkt naar de managementtijd vanuit het bestuur, is het verschil ongeveer maximaal. De ene heb je echt gewoon, het draait, en de kans dat je er wakker van ligt is verwaarloosbaar. De andere is nu maximaal op schop gegaan, want degene met wie je een goede relatie had, die is echt opgeheven. En die moet nu voor namens jou zeg maar ergens anders pleiten. Nog even afgezien van dat na de verkiezingen iedere keer nieuwe poppetjes komen. En dat je in je bestuur moet nadenken, zoeken spannende over de politieke verhoudingen in je eigen bestuur. Om toegang te hebben. Om dat soort spannende vragen die in Nederland spelen. We weten uit de Amerikaanse literatuur gaat altijd uit van 2 partijen. Dan moet je een keuze maken. Of je bent van 1 van de partijen. Of je zet jezelf altijd neer als niet politiek. Dat is makkelijk in 2 partijen. Want het is gewoon als je van beide partijen bent, ben je niet politiek per definitie. Maar in ons systeem met heel veel verschillende politieke partijen ligt het veel ingewikkelder. Of makkelijker. Want je weet hoe in het oude systeem was het toch welke politieke partij je zelf was. Over 4 jaar was je misschien weer aan de macht. Dus de huidige machthebbers konden ook niet nee tegen jou zeggen. We hebben niet zo'n politiek systeem wat dat betreft. Maar bestuurstijd. Een tweede doel, even gewoon, het is de
de dingen waar we dat op naast elkaar leggen, en de vraag voor de volgende keer is om het lijstje te pakken met aan de ene kant, met aan de ene kant je bronnen, aan de andere kant dit soort eigenschappen. Misschien wel eens een paar doorlopen. Als we bijvoorbeeld kijken naar overheidssubsidie. Nou, de reden waarom die financier jullie steunt, waarom de overheid jullie steunt, is in ieder geval officieel altijd een min of meer objectieve. Ja, waar dus een private donateur die 8 redenen kan hebben. Inclusief, ik vind je gewoon leuk. Of ik wil van je gezeur af zijn. Kan dat misschien achter de overheid wel achter liggen, maar er is altijd een soort van objectieve redenen. Waarmee ze kunnen uitleggen waarom je maatschappelijk belang, een buurtbeurs, een sportvereniging, er moet een soort verhaal zijn. Een duidelijke reden waarom. Fondsen, we passen precies in het juiste dingetje, punt. Okay, de reden is, over 4 jaar kom je niet meer langs. Want dan hebben we jou geholpen met een stap te maken. De reden is, nou, het is onze opdracht om kleine dingen bij de profs te financieren. We financieren 9 mil aan het verbouwen van een bus. De opdracht is om te zorgen dat oude historische panden blijven bestaan. We bezitten er een paar. Als u de helft financiert voor de verbouwing, financieren wij de andere helft van de verbouwing. Een soort link. Link kan ook zijn een heel persoonlijke link. Ik had er iets mee te maken, kom bij me langs. Mensen die legaten geven. Weet je, dat is een soort link. Nou, legaten is bijvoorbeeld echt wel ingewikkeld om te jagen, om het even eerlijk te zeggen. Hoewel wel een aantal organisaties dat voorbereiden. Als je eenmaal een donateur hebt, om je gewoon daarvoor voor te krijgen. Ja. Wat? Ja, dat is echt. Toen een jaar of. Die kan ik wel vertellen, een jaar of 20 terug. Langer geleden zijn, moet een 95 was dat. Hoe lang is dat? 20? 30. Goeiedag. 20. 95, 20, ja. Ik snap iets niet. Er gaat iets fout. Vertel ik straks wel aan jou. Gaf iemand van Dorcas, die gaf een college bij ons, en die vertelde dat Dorcas is een Protestantse christelijke organisatie in ontwikkelingssamenwerking die op dat moment heel veel noodhulp gaf. En die hadden een financieel probleem, want hun pand was te duur geworden. En toen overleed er iemand, toen kwam het dus goed. Op een van mijn studenten zegt, had u geluk? Nee, in deze voortbestemming. Maar goed. Geweldig. Waarop mijn studenten goed nog zenuwachtig werd. Zo van, wauw. Dus als je Dorcas in je testament zet, dan boink. Voorbestemming, dan lok je het uit in zijn borst. Dat kan nooit goed gaan. Maar goed, no offense. Maar dan ga ik die missie zeggen. Weet je, de kans dat jij aansluit bij, en dat je moet aanpassen bij, het gaat beide kanten op. Dus bij een fonds kun je gewoon, zo ongeveer als je het goed leest, besluiten van, dat gaat niet worden. Bij een overheid, ja, dan krijg je dus het beleid veranderd. Je weet, als je het een beetje anders opschrijft, dan komt het nog wel goed. Maar er is ook wel een risico dat je organisatie helemaal gaat veranderen. Dat missieverleieren, zeg maar, om daarin te passen. Bij een fonds, nou, bijna altijd moet je wel liegen zo ongeveer om erbij te passen als je er bij boel. Je weet wel, van het ene fonds kun je gewoon iets meer zeggen van, nou, we hebben zoveel kinderen met een beperking. Vinden ze dat interessant? Bij het volgende fonds hoef je dat niet te melden. Ja, de ene fonds zal zich geen bied interesseren hoeveel kinderen zonder beperking je hebt, als je maar meldt dat je meer dan 100 kinderen met beperkingen hebt. Maar dat is niet echt aanpassen. Ja, je kunt iets extra's gaan doen. Wat? Mooier voor doen. Je kunt iets mooier voor doen. Nou, je kunt je ook wel aanpassen in termen van, maar missie is dan wel een te zwaar woord. Dan ga je zeg maar een activiteit doen, omdat je weet dat die activiteit toch wel gefinancierd wordt. Stel dat je een planning maakt voor 5 activiteiten in het jaar en je komt erachter dat er eentje gefinancierd wordt door een fonds, dan is de kans dat je die volgend jaar weer doet, omdat de financiering makkelijk is groot. Op dat niveau. Maar wat dan missie aanpassen te noemen. Je kunt nog een discussie met je leden hebben, zo van oké, we gaan het pand verbouwen, even tussen jullie niet, maar en we weten dus als we met gehandicapten gaan doen, dan zijn er bepaalde fondsen die eerder meedoen aan de aanpassingen van het pand. Dan anders. Wees dat wel spannend en je weet dat je het mee kan financieren. De tijdspannen van financieel steun door de financiers is belangrijk. Voor die eenmalige donatie weet je gewoon, het is voorbij. De overheid is vaak voor een aantal jaren, fondsen beginnen voor een aantal jaren te worden en wat je eigenlijk wil is een paar financiers hebben waarvan je weet dat het waarschijnlijk heel lang zal zijn. En we weten dus van die donateurs, zodra ze op automatische overschrijving zitten, dan kan je daar ongeveer aan gaan zitten rekenen wanneer het stopt. Gemiddelde leeftijd, gemiddelde overleven, boel, punt. Dat is heel cynisch, maar zo wordt ook naar gekeken. Hoeveel mag het werven van een donateur kosten? Nou, als de vaste donateur wordt op overschrijving ongeveer 2-3 jaar, want je weet dat hij dat wel haalt. Omdat die beslissing om het niet te doen best wel groot is.
Dat gaat ook niet direct, dat gaat ook niet meer mensen die op straat aanspreken van wilt u donateur worden van Greenpeace of zo. Die worden vaak betaald. Een soort commissiebasis die in feite het eerste anderhalf jaar gewoon kost. Nou, dat is zo'n soort overwerking. Maar je weet dus als iets een aantal jaar gaat duren, mag je er ook meer tijd in steken om het te werven. En is het ook nodig genoeg om lang in te praten? De volatiliteit komt bij een paar keer voor. Hoe voorspelbaar en controleerbaar, zeg maar, door jezelf is die geldstroom? Een grote eenmalige donor is fijn. Maar als je echt eenmalig is, kan je organisatie ook aardig om zeep helpen. En twee voorbeelden die interessant zijn in dat gebied. Eentje waar ik zelf heb betrokken. De NUSO is de koepel van speeltuinverenigingen. En die krijgen, die zit echt moeilijk. Langzaam gaat de overheidsfinanciering gaat terug. En ze denken al over hun pand waar ze in zitten om het te verkopen. Een mooi pand in Utrecht. En plotseling krijgen ze echt gewoon boem uit de hemel een legaat. Van iemand die ze 3-4 huizen achterlaat. Kennen de persoon niet, schrikken zich de apenzuur. Gaan eerst via de politie controleren of het niet, of niks vervelends aan het geld is. En zeker als speeltuinvereniging kun je een aantal vervelende dingen verzinnen die je sowieso niet wil. Nou, dat blijkt allemaal niet zo te zijn. Het is echt gewoon iemand die op een van de redenen dat leuk vond. Het is wel spannend, want het is heel veel geld. Zoveel geld dat je eigenlijk gewoon als je het zou verkopen kun je 10, 15 jaar verder. Het is net niet genoeg geld om helemaal in de onafhankelijk te zijn. Maar het is ook wel weer zoveel geld dat je als bestuur ook wel een soort spannende vraag krijgt. Ik ben er nog met een raad van advies, dat is er van boven. Spannend. Veel moeilijker, daar is gewoon burgergeluk, want het is gewoon een vaste inkomstenstroom die mensen voor. Ze hebben daar een paar bestuursleden opgezet, een paar stichting van gemaakt. Mooi. Een verhaal over een persoon die van haar katten houdt en die geeft 2 huizen in Eindhoven, en dat praat echt over 2-3 miljoen bij elkaar, aan de lokale dierenbescherming. Met de expliciete afspraak dat het niet naar het landelijk hoofdkantoor mag. Dan kun je 1 dierenasiel met een omzet van 30.000 euro per jaar. Ja, dan krijg je zo'n kiss of death, you know? Moet je je voorstellen, dan zit je daar met een bestuur die dat gewoon goed kan, een dierenasiel runnen, en in één keer heb je. Wat ga je daarmee doen? En hoe voorkom je dat je dan je eigen organisatie corrumpeert? In termen van, nou, we kunnen alle gouden kranen kopen die we willen. We krijgen massages voor die dieren. Ja, daarom, wat wil je? Ja. Stromende douches in het dierenasiel, hoe vaak op water? Doe het maar, jongens. Als je in Groningen zou zijn, zouden ze zeggen, NATO. Nou ja. Maar je begrijpt, is het spannende. En wat je wil is die volatiliteit, die speelt bijvoorbeeld heel erg. Nou, we vorige keer even gesproken over die Floriade. Dat je weet dat je bijvoorbeeld events doet, evenementen. Nee, die Alpe d'Huez gaat nu in één keer naar beneden door een schandaaltje. Dus zo'n soort spanning. En je wil niet te veel van dat soort spanning hebben op de lange termijn. Maar tegelijkertijd ga je niet nee zeggen tegen zo'n eenmalige stevige donatie. Omdat je denkt van misschien kan we volgend jaar niet. Hè? Ik heb heel veel organisaties wat legaten die het heel moeilijk vinden om bijvoorbeeld de legaten in te boeken in hun begroting. Uit een soort van, ja, dat kun je eigenlijk niet maken. Om te zeggen, we krijgen zoveel erfenissen dit jaar. Ja. Een mooie emotionele discussie. Komt de Belastingdienst er nog om doen kijken? Ligt eraan. Of je een goede ambistatie enzovoorts hebt, dan en hoeveel het is. De Belastingdienst is een stuk soepeler geworden dankzij Johan Cruijff. Toen de Cruijff, er was al heel jaar, heel lang al. Het was heel lang dat je heel weinig betaalde, 5-10% successierechten. En toen kreeg Cruijff Foundation kreeg een legaat. En toen hoorde Cruijff dat toen die Tweede Kamerleden gaan belden. En een paar weken was het geregeld dat het veel minder werd. Tot nul, tot een bepaald mooi bedrag. Dus dat valt wel mee. Flexibiliteit. Even de positieve woord zeg maar van strings attached. Wat mag je met het geld doen? Moet het echt uitgegeven worden aan dat ene ding in die bus? Nou, het is niet zo erg als het ene ding of niet het andere is gefinancierd, maar als 4 mensen hetzelfde ene ding willen financieren, ja, dan is het leuk dat je geld krijgt, maar je kan niet zoveel mee. Of, nou, zo'n 2 verhalen gaan over het Rode Kruis, om gewoon even aan te geven, maar je kunt jezelf wel invullen. Het Nederlandse Rode Kruis deed aan Mapo Mundo projecten, heette dat. Daar hebben die Ronald McDonald is voor de ouders van kinderen en dit is voor de kinderen zelf. En dat was op een gegeven moment een tijdje Pet Projects, de geliefde projecten van allerlei serviceclubs. Die voortdurend maar geld kwamen aanbieden aan de landelijke directeur van het Rode Kruis om zo'n huis te openen. Alleen het tempo waarin die huizen geopend moesten worden, werd hierdoor veel hoger dan wat het Rode Kruis zich ooit bedacht had.
Alleen mensen gaan er een tijdje roepen van waarom is het huis nog niet geopend? Ja, omdat het Rode Kruis gedacht had, we openen één huis per jaar, dan kunnen we keurig aan. En plotseling zaten ze in een veel hoger tempo. Dat is een andere reden waarom bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen niet meedoet aan 555 acties bij aardbevingen enzovoort. Omdat ze weten, we hebben 10, 15, 8 teams. En als we heel veel geld krijgen, dan moeten we dat uitgeven. Maar ze zitten niet in de lange termijn. Ze zitten juist in die eerste 2-3 maanden. Ze hebben die teams, die zitten al ergens anders. Die zijn al gefinancierd. Dus als ze geld aanpakken, moeten ze een team doen. Dat hebben ze beloofd. Maar ze hebben geen team. Dus ze voorspellen al, over 3 maanden gaat iedereen mopperen. Je hebt het geld niet uitgegeven. Dus ze doen niet mee. Omdat er gewoon van die verwachtingen achter zitten. Of kijk, afspraken. Het Rode Kruis in Amerika na 9-11 kregen ze heel veel geld. Veel te veel. En toen zijn ze dat later gaan gebruiken voor de aardbeving in Honduras. Waarop ze voor de rechter zijn gedaagd door heel veel donateurs. Die ze hadden van, we hebben het gegeven voor 9-11. Ja. Twee, misschien domestic, binnen Amerika had nog gekund. Maar het nu uitgeven zo'n cryptocommunistisch land, Honduras, dat accepteren we niet. Nou, die string was misschien niet helemaal helder toen mensen opschreven, maar ze hadden er zo duidelijk voor geworven, voor dat doel. Dat het gewoon fout liep. Dan heb je dus een enorm stuk beleidsvrijheid in. Als je geld krijgt om iets met minder valide sporten te doen. Ja, dat kan je hele ding verschuiven in wat je wilt. Tegelijkertijd is het gewoon, ja, als jullie geld krijgen van één verzorgingshuis om daar heel veel in te doen. Ja, dat, bij wijze van spreken staat alleen een bus voortdurend daarvan. Dat soort risico's zitten er als het ware in. En dat betekent dus dat niet flexibel geld, als je alleen maar niet flexibel geld hebt, dan heb je een probleem. Een beetje niet flexibel geld, waar je kan voldoen, ach. Maar als het heel veel niet flexibel geld is, dus bijvoorbeeld van Artsen zonder Grenzen, als ze zouden aannemen, dan ben je denk ik heel veel bestuurstijd kwijt aan iets oplossen wat je zelf hebt binnengehaald om niet flexibel geld te krijgen wat je eigenlijk niet kan gebruiken. En dan heb je dus problemen maken. Dan maak je je eigen problemen, ja. Dat is toch wel een spannende met financiering. De vraag die we straks aan je stellen, als een soort huiswerk is van hoeveel van je geld is nou niet flexibel? Is echt gewoon dat je eigenlijk als bestuur moet uitvoeren wat de financier doet en je kan er niks anders mee. Of zoals we doen. Ook van die projecten waar je dus, wat je zegt, dus in onze context is het hopeloos. Als de EEG, de Europese Commissie, was financiert aan onderzoek, moet dat vaak met, dan mogen dat niet bestaande medewerkers zijn. Dus dan moet je een projectmedewerker op gaan zoeken om je project te gaan doen, die je daarna ook weer moet ontslaan. Want, en die echt alleen op dat ene project zit. Dus je kan niet iemand die bij je werkt op zo'n project zetten. Dan lijkt het wel veel geld en leuk, maar ja, het lost niet je financieringsprobleem van je bestaande organisatie op. Dan hebben we nu geloof ik die gemeentes die als er een bouwer komt, verplicht die werkloos uit de gemeente aanneemt. Hè? Met als consequentie dat die andere mensen ontslaat. Nou, dat soort dingen. Carousels. Structuur. Wat moet je nou gewoon aanpassen in je eigen structuur die nodig is voor het behouden van die financier? Moet je heel andere brieven gaan schrijven? Moet je een sponsorafdeling hebben? Heb je een ander soort bestuurslid nodig? Moet je meer een PR gaan doen? Heb je juist een bestuur nodig dat veel meer de financiers vertegenwoordigt? Je zult zien als je een heel groot fonds binnenhaalt dat er 5 jaar in gaat zitten. Dan zijn er een aantal die zeggen van wij willen ook in het bestuur. Nou, je begint een aantal mensen terug te roepen, dan moet je niet willen, dan kom je te dichtbij. Maar soms is dat zo. En wil je dat dan doen? Nou, in jullie geval, je gaat samen iets bouwen. Hoe verhoud je zeg maar in zo'n stichting met elkaar? En de financier kan daar heel veel op een financieringsstructuur voor betekenen. Cultuur en motivatie, dat is een spannende. En misschien ook een tweede ding. Wat we nu duidelijk laat zien is dat zodra je commerciële inkomsten binnenbrengt, of, nou in jullie geval is een hele mooie. Je hebt de zaterdagdingen, waar je mensen tegen een min of meer commerciële prijs recreatieritten doet en de door de weekse ritten. Omdat het twee verschillende dagen zijn, is het nog redelijk gescheiden. Okay? Maar als het in de dagen over gaat lopen, dan wordt het al spannender. Of zijn het dezelfde chauffeurs, of zijn het verschillende chauffeurs? Zijn er chauffeurs die je zegt van nou, die kunnen je nooit een recreatierit gaan doen, want daar zijn ze gewoon niet klantvriendelijk genoeg voor? Ja, alles ja. Ja, dus, de vraag is, weet je, ik ken dus tientallen organisaties die daar gewoon onderscheid in maken. Dus de hele goede mensen zetten op de commerciële kant. En waar op een gegeven moment heel veel managementtijd in de commerciële kant gaat zitten. Of waar de cultuur is, de recreatielidden zijn belangrijk.
En die andere rit, ja, daar kan ze af en toe iets tussen uitvallen. Of, weet je, dat is een spannende consequentie te kunnen zijn. Van met name als je commerciële en niet-commerciële klanten hebt. Soms kunnen we met elkaar combineren. Er zijn een aantal van die conferentiecentra. De Blije Wereld in Lunteren was een van de bekendste op dat gebied. Dat is wel. Ja. Die zijn dus door het jaar heen een commerciële conferentiecentrum. Maar de winst voor een groot gedeelte ging altijd naar het vakantiebureau. Het vakantiebureau organiseert in de zomer reizen voor verstandelijk en fysiek beperkte. Na Lunteren om daar lekker vakantie te hebben. En er waren twee redenen. Ten eerste het geld, maar de tweede die ze wel leuk vonden is dat de tuchtiging van de markt van de tweede groep klanten was niet zo heel erg groot. Die waren niet zo heel erg snel ontevreden. Terwijl de eerste groep klanten nog snel ontevreden was over het eten, over de bediening, over de kwaliteit van de kamers. Maar als je dus de eerste kwaliteit van de klanten, of tenminste de commerciële klanten, goed bedient met kamers, dan zijn de kamers van die tweede groep ook heel mooi. En als je weet wat de eerste groep wil eten, dus dat was een bewuste interventie om op die manier ook gewoon alle medewerkers te leren van, ja, misschien dat de tweede groep klanten zijn mond houdt. Maar de eerste groep, dat is de standaard die we willen leveren, want ook verstandig gehandicapten verdienen goed behandeld te worden. Nou, dat is spannend, dus op die manier kun je wel zoeken naar dingen. Maar ja, boe, stel dat je in je kantine twee prijzen hanteert. Dan ga je de ene sneller als een biertje dan de andere. Dat is allemaal niet. Dat wil je niet even mee doen. Of in de middag een ander tarief, omdat er oudere sporten dan in de avond. Ja. Omdat die jongeren sporten. Ja. Nou, wat wij van harte hebben is dat we daar twee prijzen hanteren: 3 en 6,50. 3 voor iedereen die bijvoorbeeld de Rotterdam Pas enzovoorts heeft. Maar oh, hoe krijgen we al die vrijwilligers zover om te vragen wie je Rotterdam Pas hebt? Ja. Ja, en als er iemand zegt, nou, niet bij me. Ja, dat Dus dat is stoer, die twee prijzen. Nou, wij doen hetzelfde. We hebben ook verschillende prijzen in onze horeca voor de, mensen, de doelgroep, die lid zijn en extern. Ja. Dat scheelt niet veel, maar het is net even dat kleine beetje op een broodje of wat. Ja. Maar dan moet je wel elke keer een pasje laten zien of dingen laten zien. En je weet wat je doet, de vrijwilligers die achter de bar staan. Wel voor ons om te vragen. Ja, maar ze moeten het vragen, maar ze weten het ook gewoon. Het is een relatief kleine groep mensen. Ja, het zijn heel veel dezelfde gezichten. En je weet gewoon van wie zijn de leden die dus inderdaad betalen om voor een maatschappelijke prijs een broodje te eten. Omdat ze daar gewoon. Het zijn wel altijd onbekende mensen. En, maar die bestellen bijna nooit op een ledenprijs natuurlijk. Je weet niet dat het bestaat. Het wordt ook niet heel. Nee. Ja. Maar zijn dus van die dingen waar je makkelijk over praat, maar je dan vergist in wat gewoon de consequentie daar is. Op het moment dat mensen ruzie krijgen of de ene meer betaalt dan de andere in zo'n harde restaurant. Dat is al een hele avond verpest ongeveer. De bedoeling is dat het een gezellige avond is. En niet je ruzie krijgt over 3 euro, want dan is meteen gewoon het doel voorbij. Maar ja, tegelijkertijd heb je wel iets, dat is wel heel veel geld als het niet goed gaat op dat punt. Dat is een spannende. Er zijn wel meer van die het verhaal van Amerikaanse ziekenhuizen, waar dus de commerciële klanten. En dan heb je dus de mensen die niet hoeven te betalen, die dus uitgezocht worden enzovoort. Ja, hoe is dat de kwaliteit van de dienstverlening? Ja. En welke artsen opereren waar? Ja. Ja, en hoe werken die dingen? Daar moet je zelf goed over nadenken. Dat is niet helemaal hier een voorbeeld, maar dat is wel een. Rabobank heeft een aantal jaren de wielrenbond gesponsord. Dat is ook nu met de hockeybond, hetzelfde soort. En daar had op een gegeven moment toch wel een soort moment van probleem dat als er dan zo'n wielerronde wordt georganiseerd. Ik kan me scherp herinneren in Capelle. Dan heb je over van die wielerrondes daarvoor. Van de dikke banden racen en meer van dat soort dingen. En op een gegeven moment komen de grote jongens. En er is een mooie tribune gebouwd. En die tribune wordt vrijgehouden voor alle sponsors. En die komen pas als de grote jongens komen. Nou, wij gaan er dus naartoe met onze jongens, want die gaan een dikke bandenrace mee doen. En het regent dat het giet. Echt gewoon. En er staan 3 van die PR-dames de tribune vrij te houden voor als straks de grote jongens komen. Dus ik heb een paar foto's van gemaakt en ben naar de Rabobank-directeur gegaan die daar niet vrolijk van werd. Maar zo werkt het dus. Want ja, ze hebben opdracht gekregen, mensen zijn de sponsors, zijn belangrijk, zijn de cliënten van de bank, die mogen droog staan. Tenminste, zorg je daar de tribune voor. En ja, dan straks moet ik al die mensen verwijderen van de tribune, dus die mogen de tribune niet op. Het is volstrekt te voorspellen.
Maar dat is precies wat de rouwbank eigenlijk niet wilde, joh. Achteraf. Een soort boosheid van normale burgers staan ze in de regen. Ja. En Patje P is mogen droog zitten. Ja. Terwijl het niet eens waar, hè? Ja. Nee, dat is echt erg. Ja. Maar hebben ze daar gereageerd? Ja. Nou, hij heeft veel gezegd. Die was not happy. Ja, hij kon ook niets meer doen natuurlijk, dat is een beetje lastig. Van nee, dat weet ik, maar dat is wel leuk om te weten hoe ze reageren. Oké, ja. Oké. Okay. Ik hoop dat ze daarna aangepast hebben. Ja, daarop hebben wij gewoon niet meer. Ja, er gebeurt gewoon die dingen. En die kunnen we niet allemaal voorspellen. We moeten dus wel weten als zodra je dus het verschil gaat maken, dat je dus bijpunten krijgt. Ja. De reputatie, nou ja, dat is ook gewoon... Wat betekent je een link met een bepaalde financier voor je organisatie? Lange... Dus ja te klikken. Ja. Voorbeelden? Nou ja, ik kan me ook voorstellen, als je, zoals je, zo'n woonsorganisatie wordt 50% gefinancierd door de overheid, word je dan bijvoorbeeld niet door mensen gezien als een uitvoerder van overheidsbeleid? Kan hoor, dat zou, nou ja, misschien niet in jullie geval, maar dat zou wel kunnen. Ja. Dat kan invloed hebben op hoe mensen, hoe de maatschappij om je heen je ziet. Als je samenwerkt met grote bedrijven. Veel organisaties denken, oh nou, als ze maar geassocieerd worden met grote bedrijven, want dan zijn ze belangrijk. Nou blijkt ook wel een beetje uit onderzoek dat het ook wel een beetje positief kan zijn voor je reputatie, mits je een bepaalde link, dat is de eerste, de reden waarom het financiële non-profit organisatie steunt, daar wel heel erg mee te maken heeft. Maar ja, die vanuit die verschillende financierings, we hadden laatst nog een gesprek met iemand en die was echt het kindje van vermogensfondsen. Nou, die werd ook door het veld zo gezien. Hij was, of die organisatie was, het kindje, het lievelingetje van de vermogensfondsen. Zo word je ook door anderen gezien. Maar het consequent is dat vaak anderen niet wilden financieren. Ja. Ja. Toen de voedselbanken zo massaal in de aandacht stonden met tv enzovoort, hebben ze het jaar erop een enorme financieringsdip gehad. Dus allerlei mensen dachten van, nou die hebben toch geld zo. Ja. Dat is echt gewoon lastig. Of andersom. Met Amnesty, Kind en ik meegemaakt met de vraag van tot wanneer ga je anonieme donors controleren? Bij 100 euro? Bij 1000 euro? Hoe groot is je risico dat die meneer die in zo'n gevangenis in Scheveningen zit, geld overmaakt naar Amnesty en zegt van, hé, moet eens kijken wie ik ondersteun. Kom je weg? Als 100 euro is, kom je waarschijnlijk maar weer weg. Dus we kunnen iedere donatie van 100 euro controleren. Maar als het 10.000 euro is en je gaat op een gegeven moment zeggen, ja, we wisten niet wie het gegeven heeft. Daarom, het heeft heel veel te maken met de hoeveelheid geld waar je het over hebt. Mm-hmm. Want ja, Prinsel zit natuurlijk in een hele ingewikkelde constructie, dus dan is dit verhaal ook een beetje... Er komt maar 50.000 euro per jaar subsidie. De kosten, het is niet zo dat Prinsel maar een ton kost per jaar, zo is het natuurlijk niet. Hij zit op in allerlei ingewikkelde constructies met... De partners die erin zitten met subsidie die sommige partners weer ergens anders vandaan krijgen om bijvoorbeeld een deel van de huisvestingen gesubsidieerd te krijgen. En er zitten zoveel ingewikkelde constructies dat het een beetje moeilijk is. Dit is een beetje in de inschatting van wat zou Prinsenhof nou op zichzelf zo moeten kosten. En dan, maar als je het over het totale plaatje hebt, dan is het natuurlijk eigenlijk dat stukje subsidie wat er komt. Voor maar iedere partner brengt wel een reputatie mee. Maar iedereen brengt in feite wat mee. En dat is natuurlijk eigenlijk tegelijkertijd het unieke ervan. En dat is dan de vraag, nou ja, of dat gaat niet meer overeind kunnen blijven met alle bezuinigingen op een aantal van die partners. Ik zou bij jullie vooral afvragen, hoeveel van die partners zijn met elkaar verbonden? Beleidsmatig of wat dan ook. Zou ik bedoelen, dus als de ene partner omvalt, dat de andere ook omvalt? Dat de andere ook omvallen of juist niet? Nee, zo is het niet. Nee, het zit allemaal in je wilt ze vallen, ze zijn een stukje, zeg maar. Ja. Okay. Ja. De enige die om kan vallen is het ontmoetingscentrum. Nee, maar iedere partner kan dat terugtrekken. Nee, ja. Nee, maar dat is echt zo, weet je wel. Zo van, en dat is natuurlijk de zoektocht, zo van hoe hou je nou een ontmoetingscentrum overeind, eigenlijk als al die partners. Wegvallen. Maar jullie hebben toch bijvoorbeeld twee partners uit de zorg.
Ja, nou, die zijn een groot risico. De eerste komende 2 jaar op de zorg 20% gaan bezuinigen. Ja. Dan zullen ze waarschijnlijk allebei 20% moeten bezuinigen. Ja. Maar dat is ook wel een beetje waarom we hier zitten. Nee, dat begrijp ik. Ja, dat is het lastige. Ja. Ik heb een tijd lang met een andere stichting meegemaakt dat we een beetje gokten dat zowel de gemeente zou betalen als de deelgemeente. We hebben ons altijd gedacht van dat is anticyclisch. Als het bij de een goed gaat, als het bij de een slecht gaat, dan gaan we gewoon naar de ander toe om daar geld te halen. Alleen, we hebben ons nooit genoeg gerealiseerd dat zowel de gemeente als de deelgemeente uit hetzelfde Rijksfonds worden betaald. En dat dus als de gemeente veel minder geld krijgt, dat automatisch betekent dat de deelgemeentes ook minder geld krijgen. En daar zit dus een verband tussen financiers, wat wij niet goed genoeg doordacht hadden, want toen het slecht ging met de stad, ging het dus ook slecht met de financiering uit de deelgemeente. Ja. En dat soort verbanden, dat is dus een risico. Maar die heeft Prinshof dus wel degelijk op die manier ook meegemaakt. Want uiteindelijk wij kregen ooit apart geld van de deelgemeente en ook apart geld van de stad. En vervolgens is toen de stad gaan zeggen, toen zei de deelgemeente, wij kunnen dat helemaal niet meer betalen. En toen zei de stad zo van, ja, het is leuk en wij kunnen daar net zo goed wel van zelf betalen. Maar eigenlijk vinden we dat de deelgemeente nog wel iets zou moeten betalen. Al was het maar omdat het in hun deelgemeente staat. En zij daarmee zeg maar ook, ook een beetje de glans meekrijgen ervan. Dus toen is het een constructie geworden. Dat zij nog €10.000 betaalde, weet je, en de rest van de gemeente. Dus het, weet je, zo van... iedereen weet wel dat het over hetzelfde geld in feite gaat, maar het gaat ook een beetje om positie, status, ik vind het ook wel slim van de deelgemeente geweest, want daarmee moesten zij ook uiteindelijk ook wel gewoon altijd genoemd worden, want het gaat alleen maar over de stad, weet je wel. Een van de spanningen die er echt onder zitten is dat je dus met dit ding, je moet realiseren dat je heel erg veel bestuurstijd daarin steekt, moet insteken onder zoveel tijd. Ja. Dat is verder geen probleem. Tenzij je op een gegeven moment constateert dat het IDA afneemt. En we hebben dus een neiging, net zoals een consultancy matrix, dat we ontzettend veel tijd steken in de producten die het nooit meer gaan worden. Waar we eigenlijk afstand van moeten nemen, maar we nog heel lang blijven investeren in de ronde, zeg maar. En dat risico loop je in een aantal van deze dingen ook, waar juist om zeg maar datgene wat terugloopt. Dus in jullie geval zou het kunnen zijn, stel dat op een gegeven moment de klad komt in de papierdinges. Dan moet je echt afvragen of je nou door 1 investering als bestuur is leuk. Maar als je er iedere week mee moet gaan praten met over rente houden, kan op een gegeven moment wel zijn dat die verhouding scheef is. Gemeente, als het nog gewoon om substantieel 50% gaat, nou, dan is het belangrijker. Maar als dat ieder jaar een stukje terugloopt, dan komt een moment waarop je gaat zeggen van, waarin in feite je inspanningen, of de onzekerheid ervan, of de voorliefde, waarin dat hele verhaal met elkaar iets wordt van, hier neem je afscheid van. En die zit vooral zeg maar in die, tenminste voor mij zou die erg zitten in die combinatie tussen heel veel inspanningen leveren voor iets wat je eenmalig krijgt en wat niet zo heel erg fijn is. Brieven sturen naar fondsen, nou als je eenmaal bezig bent kun je een aantal aansturen, maar achter fondsen aanjagen die vermoeden toch weer nee gaan zeggen enzovoort, dat is zonde van de tijd. Ja, maar die ene brief was, als die niet helemaal aangepast hoeft te worden en het staat toch in die computer die 2 zinnen veranderen, hup, uitsturen. Maar als het voor een paar honderd euro helemaal precies op hun geschreven moet worden, nou, vragen of je dat zinvol is. Of dat zinvol is. Ja, dat is andersom, als je dus zeker weet dat met een dag werken je 6 maanden gaat binnenbrengen, dan is het misschien wel heel erg fijn dat je gewoon precies weet wat je op gaat brengen, gaat ophalen. Maar het is precies wel daar de lastige, want je weet op voorhand niet wat de reactie is. Nee. En wat de opbrengst is. Klopt. Dus je moet een start maken en dan zit er altijd in en wanneer ga je dan terugtrekken? Ja, dat is een beetje... Ik denk dat de stap nu is om voor jezelf gewoon de alle mogelijkheden die er zijn langs dit lijstje. Als je hem omdraait, die vreselijk veel stevig is ook elektronisch opsturen, want anders kijk je nooit ingevoerd. Gewoon eens nalopen van hoe zit het nou bij ons. Achter deze zit het achterstevig. Ah, oké. Dank je. Zeg maar. En ik snap dat dat een hele ingewikkeld is, want jij helemaal niet eens met die ingevuld van het clubje waar ik bij zit, maar het is wel leuk om zo eens na te denken van als we nou, en we hebben, ik denk dat je bijna allemaal wel gewoon al die dingen wel ergens hebt, maar heel weinig. Maar je kleine donaties zijn er bijna niet, behalve slapende, niet sportende leden kunnen er een beetje tegenaan zitten. Nou, die zijn in ieder geval allemaal structureel, dus kom je die keer terug.
wat moet je nou speciaal doen aan die slapende leden? Nou, volgens mij, als je die langs dit lijstje zet, nou, waar onze jullie steun is, volstrekt helder. Oké, okay? En zolang je een korfbalclub blijft en niet een heel ander sport gaat doen, zal het allemaal goed komen. En misschien, ja, als hun kleinkinderen niet meer zitten, of wat dan ook, op een gegeven moment stopt het. Maar het is eigenlijk een beetje los van jullie. Want het gebeurt ergens in hun huis. En ze verhuizen misschien heel ver weg en stoppen ze ook. Daar kan ik maar niks aan doen. Dus dat is een beetje is makkelijk. Zelfs die zit er een enkeling tussen. Die zelfs die zit er. Ja. Ja. Ja, dus, maar ik bedoel, het is een beetje omdat als ze een gevoel hebben bij wie jong. Of een gevoel gehad. Dus dan kun je je afvragen, wat als bestuur hoef je al niet zo heel veel in te doen. Maar je weet wel van, nou ja, misschien één keer per jaar. Je moet een rekening sturen en misschien er een paar bij zitten die je af en toe op de kin moet kietelen. Als je ze tegenkomt, maar voor de rest zit daar weinig in. Ik denk bij jullie met die partners, kleine donateurs hebben jullie niet of nauwelijks. Zou je kunnen afvragen, wil je die hebben? Wil je ervoor doen om die te hebben? Eenmalige donateurs. Willen we best. Wil je best? Ja. Kan best. Maar het is voor ons een beetje een soort van middellange termijn denk ik daar op dit moment gewoon ja. Organisatiestructuur niet echt geschikt zijn daarvoor, maar misschien dat je ooit verstichting nou ja, moet worden. Kleine donateurs, jullie gebruiken die 10 cent als fooi voor de chauffeurs. Het zou ook een extra inkomsten kunnen zijn voor de organisatie, zeg maar. Als een soort, en het is dan de meer toevallige kleine donateur, omdat je het gewoon zo inricht, zoals die schatkisten bij musea. Dat wil helemaal niet interessant zijn, maar het is gewoon van een hele kleine geld dat wel gewoon niemand weet waar je wat mee kan. Ja. Zeg maar. Ja. En op 45.000 ritjes is het 4500 euro. Ja? Ja, maar het is niet allemaal, iedereen geeft niet een euro. Hè. Er zijn echt zat mensen die dat bultje terug willen hebben. Maar goed, als het 2000 euro is, is het gewoon leuk. Het is makkelijk verdiend geld. Het is makkelijker dan het papier ophalen. De verhuurders vinden het wel leuk. Ja, dat snap ik. Om twee keer bij jaar voor te doen. Een 80 of 100 euro te krijgen. Dat is volstrekt helder. Het gaat niet om het geld, het gaat gewoon om in een pot, hè? Ja. Dat hangt van het aantal uren dat ze daarmee hebben, wordt het gewoon leuk. Telefonistes delen daar ook in mee. Okay. Laat een hemelsnaam niet in handen van de fiscus vallen, dat verhaal. Wat ik bijvoorbeeld leuk zou vinden, is ik wil best een rit sponsoren. Ja. Ik wil best een rit sponsoren. Oh, ik heb bij jullie geen mogelijkheid om te zeggen van, ik betaal gewoon 5 ritten. Kan ik 5 ritten kopen bij jullie? Snap je? Dat doe je dan voor iemand anders. Ja, ik koop het niet voor maar jezelf, maar voor een... Ik koop het voor je, net zoals ik koffie kan kopen bij een bar en dat iemand anders dat kan opbrengen. Ja, we hebben wel mensen, deelnemers, die maandelijks een bedrag storten bij ons als donateur. Ja. Kleine giften. Een kleine giften. Ja. 25 euro, 10 euro. Mm-hmm. Wat dus graag van jullie willen op weg de volgende keer, als je toch een beetje nadenkt van wat heb je, maar je hebt het ook niet allemaal. Wat zou het betekenen voor je organisatie als je dat toch zou willen? Wat zijn dan kleine donaties? Is dat zo'n... Zo'n busje, zo van, ja, het is kruimelwerk, maar dan zet je een busje neer van, ondersteun alsjeblieft onze gemeente als je terug, ondersteun de buurtbus. In de bus, hè? Dit gaat pas spelen, hè? Als het bij ons fout gaat, of dreigt te gaan. Dat is maar de vraag, want dan ben je misschien te laat. We hebben toevallig van de week op besluit genomen om periodiek een nieuwsbrief van de deelnemers te krijgen. Ja. En daarin kunt u dit soort dingen wel zeggen. Ja. Ondersteunt u de bus? Ja? Ja, we maken een aparte stichting van. Die heeft voorlopig geen problemen met wat er in de reserve zit. Nou, we zijn een stichting, dus dat zal. Nee, we maken een tweede stichting van en dan tilt het uit uw eigen reserve. Ja. Niet steun de buurtbus, maar steun de steun van de buurtbus. Juist. We zijn bezig geweest met een 100 euro club. Ja. En ik heb daar ook nog een deel aan meegewerkt. We hebben tot 40, het was de bedoeling was om 100 mensen te vinden die 100 euro per jaar wilden geven. We zijn nooit verder gekomen dan 40. En dat kalfde wel van, dat waren over het algemeen ouderen die overleden. Ja. Ja. Het is helaas verzand. Maar het idee was wel goed. Maar op een gegeven moment moet je dat dingen de conclusie maken van, gaan we als management tijd nog in blijven steken? Laten we langzaam afkalven? Dat is allemaal van die discussie die je iedere keer moet hebben rondom dit soort dingen. En als je weet dat je met één stevige actie 10, 15 mensen kunt hebben, ook wel weer, maar ook weer 100 hebben, maar dat is gewoon een goal, hè. Maar je doet één stevige actie van 3 maanden en we hebben er weer 15 en die kalven heel langzaam af. Nee. En dan over 3 jaar doen we het weer een keer opnieuw. Dat kan een hele, weliswaar cynische, maar heel duidelijke strategie zijn om... Maar als je weet dat je echt iedere week moet bellen,
dan is het weer een heel ander soort dienst. Of dat soort vragen. De volatiliteit, je kan dan ongeveer voorspellen. Ja. Dat loopt af en je kan dan weer. Dus probeer over dingen zo na te denken. Spannend. Ja. En dus de vraag is een beetje op weg naar de volgende keer van loop het een keer langs. En denk niet te veel aan wat jullie nu doen. Als dat is het enige wat we invullen, maar vooral ook van wat zou het betekenen als we dat gaan doen? En wat betekent dat voor een paar van die vragen? Mm-hmm. Want ja, dat vrije geld van wat mensen erin gooien, wat ze eigenlijk niet eens anderen weten, om het even zo te zeggen, is wel een heel erg flexibel geld. Maar het kan best zijn dat je meer geld ophaalt als je het minder flexibel maakt. Als je een potje neerzet en zo van, nou, we doen veel met G-korfbal. Ik weet niet hoe je het noemen, hockey noemen ze het G-hockey, G-korfbal. En ik kan me echt goed voorstellen als je daar gewoon, zoals McDonald's ook zo'n busje hebt staan bij de kassa, gewoon bij de bar, een busje hebt staan, dat daar geld in komt. Van bezoekers is al niet zo vreselijk ingewikkeld. Het zal geen 100 euro zijn. Het is best wel een groot deel van wie wat G is, hoor. Ja, maar teams van achter. Weet je, het is gewoon heel simpel. Er hangt een mooie foto van het G-team en er staat een busje onder. En in plaats van voor je aan de bar gaat in één keer in het busje. Het is allemaal van dat soort vreemde soort effecten die je kunt hebben waar je eens over na kunt denken van of je daar iets mee wil. En dat zijn van die hele. Je moet van die dingen doen door je sympathie oproept. Ja. Ja, ja, en het pleidooi is ook wel een beetje om eigenlijk gewoon al deze dingen te doen. Hè? Ja. We laten streven om ze allemaal te doen. En je af te vragen hoe gaan we daarmee spelen. Maar vervolgens natuurlijk wel iedere keer nadenken van als het heel veel bestuurstijd kost. Ja. En het levert eenmalig niks op. Dan moet je het sowieso niet doen. Het kost heel veel bestuurstijd en het levert gewoon niet zoveel op maat kalf de boel. En het is echt zo'n investering, daar zou je over kunnen denken. Als het veel vrijheid oplevert, als bestuur is weer eerder iets waar je wat extra moeite voor doet dan wanneer het gewoon alleen van de specifieke dingen is waar je eigenlijk niet eens zoveel behoefte aan hebt. Mm-hmm. Dus er zijn een paar van dat soort overwegingen om je verder te gaan. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dus de stap die we willen maken op weg naar de volgende keer is voor mij als een analyse van een paar van deze dingen. En teken eens één of twee aan waarvan je zegt van, die zouden we graag willen doen of op een andere manier willen doen dan we nu doen. En dan de derde keer eens doorpraten over wat zou dat concreet kunnen zijn. En misschien is het wel interessant om je daar ook eentje te hebben van, hoe ga je dan om met die verschuiving naar de centrale stad toe? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor je bestuursleden? Ik heb geen idee. En de theorie zou zeggen, je hebt meer bestuursleden nodig die de centrale stad kennen. In plaats van lokale bestuursleden. Maar ja, voor een sportvereniging heb je bestuursleden nodig die je vereniging kennen. Voor jullie kan het wat anders liggen. Je hebt in één keer stadscontacten nodig. Die kun je wel snel zelf opbouwen. Maar je hebt niet meer je lokale helden nodig, om het even zo te zeggen. Ja, je lokale. Ja, maar andere politieke. Als je ziet hoe de kleur van de stad van alles zo. Is, mogen we een bestuur ook wel op. Ja. Nou ja, dat is het. Dus. Nou, dat is niet onbelangrijk. Tenminste, als die overheidsfinanciering belangrijk is. Een van de dingen waar ik een beetje zorgen over maak, met name voor de wijkers, is dat de nieuwe subsidieverordening voor bedragen zeg maar die je via opzomeren aanvraagt, dat daarin staat dat stichtingen of verenigingen met een betaalde kracht niet in aanmerking komen voor die subsidie. Ja. Snap je, dat zijn nogal wijzigingen. Of er moeten speciale subsidies zijn, dus nadere subsidies voor bijvoorbeeld het vervoer. Dus als dat andere regels heeft om zeg maar het vervoer voor burgers te regelen, dan is dat een aparte regeling en dan zou je daar gebruik van kunnen maken. Maar als je bijvoorbeeld gebruik zou willen maken van de deelgemeentelijke regeling, dus via de opzomeren, dan hebben jullie een hele moeilijke positie, want jullie hebben een betaalde kracht. Ja. En dat zijn allemaal consequenties van dit soort veranderingen, ja. Die je misschien niet ziet aankomen, maar die het bijna onmogelijk maken om nu nog bij de gebiedscommissie dat aan te vragen. Als je die betaalde kracht via het WGI wegsluist, is dat wel mogelijk? Ja. Ik, dat durf ik niet te zeggen. We moeten nog een beetje vechten over zeg maar hoe dat nou precies geïnterpreteerd wordt. Dus, er ligt een verordening, maar die is helemaal nieuw. En daar zal nog wel wat praktijkervaring mee opgedaan worden. En daar zullen interpretaties en uitleggen bij komen
van hoe dat precies gaat. Maar het is wel iets wat relatief gevaarlijk is voor vrijwilligersorganisaties die net de stap gemaakt hebben van helemaal vrijwillig naar vrijwillig met een coördinerende kracht. Ja. Het is wederom zo'n snelle streep die ergens pleismatig getrokken wordt. Oh, er niks met beroepskrachten zonder dat die hele consequentie ervan. Want dat is oorspronkelijk ook het opzet geweest dat wij subsidie kregen van de deelgemeente. Voor beroepskracht, ja. Voor de beroepskracht. Ja, dat is helder. Wij konden niet meer verder aan de gang. Nee. En toen werd er in de deelgemeente gezegd van, nou dan. En het werd met grote meerderheid werd aanvaard ook. Ja. Maar de wijkbus krijgt, de subsidie die de wijkbus krijgt, die ligt toch al boven het budget bewonersinitiatieven, wat die aan subsidie, jullie krijgen een ton per jaar. Ja. Dat is toch geen bewonersinitiatief meer? Nee, maar er zijn nu twee regelingen, hè? Tot 10.000 euro en boven de 10.000 euro. Ja, bedoel ik. Nou ja, boven de 10.000 kan tot een heleboel zijn. Ja, maar ja. Daar geldt die norm voor die beroepskracht niet meer. Zeker? Ja, dat weet ik zeker. Ja, waarom gaat het is een mooi voorbeeld is van hoe regels in één keer erin kunnen komen. En daarmee vooral het grote voordeel van die overheid, vergeleken voor fondsen en particulieren, je kan er helemaal mee praten. En je kan heel zielig zijn en van alles en nog wat en roepen dat het opgebouwde rechten zijn. En dan komt er altijd wel een assortiment van oplossing uit. Soms met wat tijd, maar overheid heeft een groot voordeel. Maar je kunt mee praten. Een aantal anderen is vaak wat lastiger gedaan. Die voorkant is dan over die opera boot gehad. Hier niet, hè? Ja, dat is wel. Ja. Nou, dat vertel ik. Goed, dank voor jullie aanwezigheid. Als het goed is, volgende week maandag. Ja, hier als het mag, ging roken. Dank u wel, Joke. Mooi. Dank u wel. En dan zorg je dat het droog is buiten. Ja, dan volgende keer in de uitdaging komen om het concreter te maken. Dat is een spannende, als je allemaal wat anders wil, dan komen we natuurlijk nooit uit in 2 uur, maar we gaan wel stiekem.